Hoe berekenen wij de WOZ-waarde van uw woning? Uw gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning. Dit wordt de waardering onroerende zaken genoemd. De WOZ-waarde. U ontvangt ieder jaar een aanslagbiljet van uw gemeente met daarop de WOZ-waarde van uw woning. Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijken wij naar de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen en de ligging, staat en gebruiksoppervlakte van uw woning. De gebruiksoppervlakte is het aantal vierkante meters in uw woning die gebruikt kunnen worden om te wonen. Hierbij moet de sta-hoogte minimaal 1,5 meter zijn. Dit is de standaard meetmethode waarmee bijvoorbeeld makelaars en taxateurs werken. Ook gemeenten gebruiken deze meetmethode. Wij beschikken over steeds meer gedetailleerde kenmerken van uw woning en bijgebouwen. Zo zien wij bijvoorbeeld op luchtfoto's veranderingen op, aan of rondom uw woning. Onderdelen zoals een garage, aanbouw of dakkapel worden geregistreerd en meegenomen in de WOZ-waarde. Ook het onderhoud, het type woning en de oppervlakte van het perceel hebben invloed op de waarde. Als u vindt dat uw verouderde badkamer, keuken of achterstallig onderhoud van uw woning aanleiding is om de waarde aan te passen, bel ons dan gerust. De onderdelen die uw WOZ-waarde bepalen staan op het taxatieverslag. Deze vindt u op uw persoonlijke pagina op onze website of op mijnoverheid.nl. Is er toch een reden om bezwaar te maken? Bel dan eerst even met ons. Dat bespaart veel papierwerk. Met één telefoontje krijgt u meer duidelijkheid over uw WOZ-waarde. En moet die inderdaad worden aangepast, dan wordt dat direct geregeld. Meer weten over de WOZ-waarde? Of denkt u dat de gegevens niet kloppen? Neem contact met ons op.